Dag melkveehouder, fijn dat je kijkt naar alweer mijn vierde video uit een kleine reeks over roterend standweiden. Geloof het of niet, over weidegang doen we vaak veel te moeilijk. Volg mijn instructievideo's en dan zie je dat weidegang ook heel simpel kan. Roterend standweiden in de herfst betekent inspelen op een lagere grasgroei, minder smakelijk gras en voorbereiden op de komende winterperiode. Ook in de herfst blijft het dagelijks roteren de basis van het beweidingssysteem. Daarbij mag het gras nooit echt lang zijn als de koeien erin gaan en niet heel kort als de koeien eruit gaan. Maar hoe werkt dat nu met meer of minder percelen in een blok? Dat zal ik je uitleggen. In mijn eerste video heb ik uitgelegd hoe ik in het voorjaar ben gestart met drie blokken van 10 hectare, waarin elk blok was opgedeeld in 5 percelen van 2 hectare waarop werd geroteerd. Omdat de groei wat lager is, mag het wijde blok wat groter zijn. Daarvoor maaien we wat extra percelen die bossig zijn. En we maken daarna twee blokken in plaats van drie. Ik kies hiervoor zeven percelen van twee hectare in plaats van vijf. In de zomer heb ik 10 hectare maal 60 kilo droge stof per hectare. Er is dan dus 600 kilo droge stofgras per dag beschikbaar. In de herfst kom ik op 14 hectare maal 30 kilo droge stof per hectare. Dan is er dus 420 kilo droge stof per dag beschikbaar. Dat wordt dan in plaats van 6 kilo droogstof vers weide gras, 4,2 kilo droogstof weide gras per koe per dag. In het geval van mijn 100 koeien. In deze rotatie liggen nu 7 percelen. Dus je kunt na 7 dagen terugkomen in het eerste perceel en nog een ronde maken. Later in de herfst is het andere blok waarschijnlijk ook wat bossig en is het gras wat langer geworden. Met oog op het einde van het groeiseizoen maaien we daarop alle percelen met gras langer dan 10 tot 12 cm. Dat ruimt het overtollige gras op, maakt de hergroei wat smakelijker. En als het nat of winters wordt, kan zo ook makkelijk de bewijding gestopt worden en ligt je land er al bijna winterklaar bij. Win-win-win situatie dus. Als ook het laatste blok gemaaid is, zal de grasgroei verder afgenomen zijn en kunnen we alle percelen samenvoegen tot één blok. De crux is om te blijven roteren, al verschillende percelen waarschijnlijk wat in graslengte. Afhankelijk van de lengte kun je kiezen waar je begint. De percelen met het meeste gras en of vocht kies je als eerste. Het blok wordt dan 30 hectare, maal bijvoorbeeld 10 kilo droge stofgroei per hectare per dag. Dat is dus 300 kilo droge stof per dag. Deze ronde kun je volhouden zolang het gras groeit en het weer het toelaat. Uiteindelijk als de groei er echt uit is en de draagkracht onvoldoende, dan hou ik mijn koeien op stal en kan ik terugkijken op een geslaagd weidenseizoen. Het resterende gras kan eventueel door de pinken worden opgevreten. Tot slot! Evalueer je bewijding op basis van de Grasland gebruikskalender. Je hebt het nu nog scherp voor de geest. Schrijf drie verbeterpunten van het afgelopen jaar op de achterkant. Die kun je volgend voorjaar weer tevoorschijn halen.